Jaapie. Oh. Gekke Jaapie. Jaapie was een beetje gek, zo was hij geboren. Niemand kon er wat aan doen, wist dat van tevoren. Jaapie was zo gek nog niet of hij kon wel schaken. En de schoonheid van dat spel bracht hij vaak ter sprake. Maar hij deed een beetje vreemd, Jaapie was niet schrander. Was niet schrander, daarom kreeg hij tot zijn spijt nooit een tegenstander. Schaken was zijn lieve lust, die hij niet kon delen. Niemand die van Jaapie hield of met hem wou spelen. Dan had Jaapie veel verdriet, voelde zich verlaten, ging de wereld om hem heen als geen ander haten. Nooit gewonnen, niet één keer, maar ook nooit verloren. Jaapie was een zonderling, zo was hij geboren. Met het schaakbord op zijn schoot zat hij maar te wachten. Niemand die naar Jaapie keek of naar Jaapie lachte. En de klok die tikte voort, 80 lange jaren. Jaapie werd wat slecht ter been, kreeg wat dunne haren, kon de stukken amper zien, kon niet goed meer horen. Morgen werd hij weggebracht, naar huizen zonder gloor. Gekke Jaapie. Gekke Jaapie huilde zacht, deed men nu warig. Morgen, God verhoede het, was hij ook nog jarig. Dromend keek hij voor zich uit en hij dacht heel even, morgen zal ik niet meer zijn, paard Cornelis 7. Dat was Jaapie's laatste zet. Dat was Jaapie's laatste zet. Hier en in dit heden, met het schaakbord op zijn schoot, is hij overleden. Ja. Je moet echt, er moet een technicus aan te pas komen. Al die dingen die vallen uit hier. Doen we dat nou toch? Ik had er niet met Karpov straks. Kijk, die loopt weg. Die zegt ja. Mijn roosje, zegt hij dan. Die andere is leuker. Maar die opening doe ik ook nog wel. Maar deze is ook gaar. Dat gaat. Vreemde zaak heet die, vreemde zaak. Daar gaat hij. Potje haring, potje crème, potje zoete peren, potje abrikozenjam om op je brood te smeren, potje suiker, potje zout, potje medicijnen, potje verf voor het onderhoud van de raamkozijnen, potje inkt en potje lak, potje brillantine, potje gember voor het gebak, potje vitamine, potje mosterd, potje bier, potje blauwe bloemen en een potje voor de sier, om er wat te noemen. Potje thee, een potje stroop, potje echte honing. Al die potjes zijn te koop, want de klant is koning. Is het dan geen vreemde zaak, denk ik bij mijn eigen, dat gewoon een potje schaak nergens is te krijgen. Dat is Jos. Nou.